Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Maarten van Thomas Handel en in deze video ga ik jullie laten zien hoe je nieuwe voetsteunrubbers op je voetsteunen monteert. Nou, je kunt de voetsteunen compleet monteren, dus dan krijg je twee nieuwe voetsteunen waar de rubbers al op zitten. Dat zijn wel imitatiesteuntjes, daardoor zijn ze te betalen, maar de kwaliteit van de rubbers is helaas niet zo heel goed. Dus wat ik altijd aanraad, als je die steuntjes ook wil vervangen omdat ze bijvoorbeeld krom zijn, pak dan wel de imitatie, want de originele zijn niet te betalen en ook niet meer leverbaar op het moment. En dan kun je preventief alvast nieuwe rubbers erop zetten. Die rubbers die zijn niet zo duur, dan heb je wel echt originele goede kwaliteit rubbers. En die doe je dan op de imitatiesteuntjes, zeg maar. Die rubbers die op de imitatiesteuntjes zitten, die zijn gewoon van niet zo'n hele goede kwaliteit. En die liggen dus vaak al na een week eraf en dat wil je niet. Maar als je steuntjes nog goed zijn, dan kun je ook gewoon nieuwe rubbers erop zetten. En ik denk dat dat misschien interessanter is dan het laten zien hoe je dat je de steuntjes monteert. Dat is maar één bout. Wij gaan dus deze rubbers monteren. En dit zijn gewoon echt goede kwaliteit rubbers. En ik ga jullie even laten zien hoe ik dat altijd doe. Nou, dit rubbertje gaat het natuurlijk allemaal. Ik snij deze meestal gewoon door met een Stanley mes. En dan moet je natuurlijk een paar keer even insnijden, want vaak is het best wel hard rubber. En vaak, omdat je nu al wat ruimte hebt, kun je hem er wel af trekken. Zo. Dan is hij eraf. En de nieuwe, dat monteer ik meestal met een beetje multispray. Je kunt het ook BD40 gebruiken, maar multispray gebruik ik altijd. Stel dat je het nou niet hebt, sowieso een goede maat te schaffen. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook doen met een beetje Dreft of iets in die richting. Het is maar als hij maar een beetje smering heeft. En dan probeer ik hem zo ver mogelijk gewoon erop te draaien. Of in ieder geval een stukje. En nu gaat hij in ieder geval rechterop. En dan pak ik een rubber hamertje. Die ga ik gewoon simpelweg erop tikken met een hamer. En zo heb ik voor nog geen 2 euro een gloednieuw rubber erop en dat ziet er gewoon weer meteen een stuk strakker uit. Al helemaal als de brommer netjes is, dan zijn dit vaak de puntjes op de i. Ik hoop dat jullie het een leuke en nuttige video vonden. Als je het een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien, abonneer dan op ons kanaal en dan zie ik jullie bij de volgende video.